gaan met de fiets, gaan we naar de Albert Heijn voor het aan te halen. En het water hebben we ook opgehaald. En het water is er. Extra latten voor de pellets, voor de leesjevolt en dergelijke. Het schoolbord en ons eigen kantoortje. Helemaal goed. En de eerste lading, dag 1, voor de pellets is er. En die komen hier, oh, sorry. Die komen hier te staan bij de skatebaan. En het schoolbord is ook meegenomen. En de pallets zijn even anders neergezet. Die zitten hier nu met een koord vast. Dus er kan niks mee gebeuren. 2, 4, 6, 8, 10, 20 pallets. Dan krijgen we de derde vracht. Dat is in ieder geval alle papieren die ik nodig heb voor zondag. De polsbandjes. De t-shirts, die kan ik nou even mooi meenemen op de fiets. Vandaag moet ook mee. En een klein tasje voor de EHBO-spullen. En we gaan fietsen, we gaan fietsen. De spullen wegbrengen. Als laatste ben ik bij de bank geweest voor wissegeld te halen. Normaal wordt alles opgeruimd, maar nu staan hier de rolmatten, de banken, de matjes, de zaal. Daar is de kleedkamer wel, dat zijn. Maar nu voor morgenochtend, morgenmiddag te laden. Flinke sjouw, hè? Flink aan het sjouwen. Het is bijna hetzelfde als die wagen toen in Amsterdam die we gebruikt hebben. Dat ging ook met twee van die dingen. Ja. Met die sleutel erin, zo. En dan draai je hem om. Met deze ga je naar daar. En dan kun je met deze naar links. Doe je hem omlaag. Duidelijk. En naar rechts doe je hem omhoog. Ja. Ja, dat is alles. En als je dat ding binnenin wil gebruiken, moet je hem gewoon helemaal naar daar zetten. Maar zo staat hij uit. Dus nu kun je alle kanten op, er gebeurt niks. En zondag klaar voor vertrek. Oké, goed. De opbouw is eigenlijk al klaar. Dan hebben we hier voor de grote mensen om te springen en te springen. Dan hebben we pallets voor een wolrun en de leesjevol, spuutvol voor straks de workshop voor de kinderen. Dat is hier. Dan hebben we in baan 2 staat een springkussen. En dan hebben we hier baan 1, ook voor de kinderen, om te leren springen, precision, de parcoursrol en de monkey. En daar is de infotafel met de aanduiding. Dan hebben we water voor de deelnemers en hier loopt een film continu lang door voor alle freerunners. Dan hebben we hier de skaters. Ja. En wat gaan jullie vandaag doen? Nou, we hebben een mooie skatefest en we gaan lekker skaten en een mooie competitie van maken. Ja, ik heb iets gehoord van wedstrijden. Ja, daar hebben we ook een paar wedstrijden en wat allemaal leuk, een paar prijzen te winnen. Prijzen ook. De internationale deelnemers zijn hier gekomen, of komen die nog? Ja, zeker. En waar komen die vandaan? Die komen uit Den Bosch. We hebben mensen uit Den Bosch, uit Limburg, komt allemaal goed. Oké, prima. Hier uit Schijndel, de skatebaan hier in Schijndel. Open dag, gesponsord, ja, 100%. En relax, met wat muziek erbij. Of ik boven de herrie uit kon komen. Op goedemiddag. Ja, mijn broek is een beetje uitgescheurd. Dus, broek uitgescheurd? Ja. Oh jee jongen toch. Laat maar plakken maar. En een bank om lekker uit te rusten. En hier, nou, ik weet niet wat hier allemaal zo komen, maar er zal een uitslag komen te staan. fun.